Of mannen met grootheidswaanzin die boeken twee meiden voor drie of vier uur... en na tweeënhalf uur bel die meiden... ja, we zijn buiten, hij is helemaal kapot. We gaan nu naar huis, hij komt niet meer aan. wij <laughs> ja, liggen wij helemaal vlak. Welkom, lieve luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag bij mij aan tafel... Amy en van Pink Sheets. Welkom dames. Dank je, dank je. Dank je wel. Hey, jullie runnen samen een high-end escort service. En nou zeg ik wel eens voor de grap van, nou, dat ik van mijn werk, uh, uh, seks, mijn werk heb gemaakt. Uh, en dan krijg ik altijd hele bijzondere reacties. Maar dan ben ik heel benieuwd, wat zijn de reacties op het feit dat jullie dit werk doen? Ja, ook heel bijzonder. Ja? <laughs> dat is uh, denk ik niet heel veel anders. Uh, mensen zeggen altijd van: oh, hoe kom je erop? En uh, ja, dat is toch allemaal een beetje raar. En uh, verkoop je dan je lichaam? En hoe werkt dat dan? En... Maar je merkt toch ook dat, ondanks dat er zoveel stigma op hangt, en dat mensen er toch zoveel van willen weten. Dat ze toch stiekem ook wel trekt. Mensen willen weer weten van wat houdt het in, uh, hoe werkt het dan, hoe ziet je leven er dan uit, wat, wat voor klanten zijn het. Dus nou ja, dat is eigenlijk een beetje in een notendop uh, wat voor reacties we krijgen. Ja, ja, en dat is eigenlijk wel bijzonder, want dit lijken allemaal vragen vanuit nieuwsgierigheid. Dus enorm nieuwsgierig zijn, terwijl er natuurlijk ook een enorm oordeel op zit, vaak. Ja. Ja, zij zijn in koor. Ja. Nou, ik zou je zo zeggen: als we op een verjaardag zijn, een, ja. een gewone verjaardag, en mensen vragen wat voor werk doe je, en wij vertellen dat, dan kom je de hele avond niet meer vanaf. Dan ben je het uh, gesprek van het feestje. Ja, ja. maar um, want, want jullie namen zijn ook niet EMS mee. Jullie willen daarin ook een soort van voor je eigen privacy. Dat, dat begrijp ik heel goed. Willen jullie daar een beetje afstand bewaren? Maar als jullie gewoon in je privéomgeving zijn, dan zijn jullie wel gewoon je eigen ik plus hetgeen wat je doet. Ja. In de hoop dat niemand vervolgens alsnog dat gaat opzoeken en naar buiten treedt. goh dit zijn. Nou ja, in je privé, die mensen die ken je. Um... Ja. Nou ja, daar heb je een soort band mee. Dus in principe weten ze toch al waar je woont en uh, wat voor werk je doet. Het is meer, we zijn nogal een uh, nou, graag gewild Google-object. <laughs> dus uh, nou ja, daarin proberen we toch een beetje werk en privé toch gescheiden te houden in hoeverre dat mogelijk is. Ja, ja. Hey, maar um, voordat wij gaan beginnen wil ik heel graag de luisteraar vragen om de podcast Seksrelaties en Liefdes te volgen. En als het even kan, laten we vooral een recensie achter, want zo kunnen we nog veel meer mensen bereiken met de podcast. Dames. Seks met liefde of seks met lust? Oh, moeilijk. Ja. <laughs> ik zei niet met dat het makkelijke keuzes zouden met zijn. Lust. Met lust, ja. Ja. Ja? ja. En waarom vind jij het moeilijk? Nou, omdat het allebei heel leuk is. Maar is daar echt een verschil? Ja, voor mij wel, absoluut. Ja, wereld van verschil. Wat ja? het verschil ja. denk ik is, is uh, met lust. Ja, dat is gewoon leuk voor dat moment. En je hebt dan toch minder een mentale connectie. En als jij echt een partner hebt en in een relatie zit, ja, dan klik je ook mentaal meer. Dus dat is veel intiemer eigenlijk als lust. Betaalde of onbetaalde seks? <laughs> Betaald. Betaald. Ja? Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Ah, maar maar... Mogen wij voor jezelf als, als ontvangende partij of als gevende partij? Oh, beide. Ja hoor. Ja, allebei. Het is wel allebei wat te zeggen, kijk. Uh, word je betaald, dan is het gewoon mooi meegenomen. Want je moet het wel leuk vinden, want anders ja. kan je het niet met overtuiging nee, maar Dat is een soort van... Dat staat maar als voor je op. ervoor betaalt, dan heb je ook gewoon wat te wensen. Dan heb je dat gedoe allemaal niet. Dus dat is gewoon ideaal. Ja. ja. Ah, maar... Um, ik, ik, dat is even een aanname van mij, hè. Maar jullie hebben ook onbetaalde seks. Het, het, het grootste verschil? kies jij hem. Ja, in plaats van andersom. Als hij jou kiest, dan kan je ook wel eens denken... Hmm, maar ja, je maakt er gewoon een leuke avond van. Links of rechtsom. Maar ja. zelf kies je soms ook wel prettig. Ja. Hebben, jullie, hebben jullie wel zelf betaald voor seks? Ja, ja. zeker. En is dat vanuit het idee, ik wil weten hoe het is? Gewoon zeg maar vanuit de, de, de werkervaring opdoen. Of vanuit het persoonlijke aspect en daar nou ja, nieuwsgierig naar zijn, behoefte naar hebben? Uh, klinkt misschien heel raar, maar ik vind het gewoon heerlijk om geen gedoe te hebben. Als je toch bijvoorbeeld <laughs> met Tinder zit en dan. Ja, dan willen ze weer wat van je. En dan is het, ja, maar wanneer zie ik je weer? Nou, daar heb ik misschien gewoon helemaal geen tijd voor en geen zin in. Uh, nee, dus hoe lekker is het gewoon dat iemand komt? Dat vind je zelf ook spannend, want je weet het nooit helemaal. Dus je hebt weer even dat vlindergevoel. En uh, nou ja, tussendoor, je hebt gewoon een leuke tijd. Je hebt echt puur lust even ja. op dat moment. En daarna zeg je, nou weet je, ik vond het heel erg gezellig. Tot ziens. Tot ziens. <laughs> Ja. 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 En, en er is nog een verborgen reden, denk ik. Wij wilden wel even weten hoe de concurrentie het deed. Ja, maar precies. Dat kan ik me ja. voorstellen vanuit ja. dat werkstukje. Ja. Van eigenlijk, nou ja, gewoon echt letterlijk die, die ervaring opdoen. Van hoe doen andere partijen het? En als je daar binnenkomt, wat, wat vind je prettig? Waar reageer je goed op? Waar word je ongemakkelijk van? Dus inderdaad, in, in dat stukje zou ik hem heel goed kunnen begrijpen. Oké, okay, de volgende. Een mannelijke escort of een vrouwelijke escort? Vrouwelijk. Mannelijk. Oeh, ik ben benieuwd. Waarom kies jij voor de vrouw? Ja, ik heb iets met vrouwen. Oké. Okay. Ik vind vrouwen gewoon heel mooi. Ik vind de seks met vrouwen eigenlijk ja, vaak toch een stuk intenser. Uh, vrouwen weten gewoon, vind ik, beter wat ze doen. Dus het voorspel is intenser. Uh, je gaat veel meer op in de seks. Tenminste, heb ik met een vrouw. Uh, dat is gewoon wat minder met een man. Dus ja. daarom kies ik voor vrouw. Heb je, heb je wel eens een, een vrouwelijke escort gehad? Ingehuurd? Soort van? Uh, ja. Ja? ja. Maar. Is dat dan iemand die je daarna nog in het werk tegen bent gekomen? Dat lijkt me dan weer ingewikkeld. Uh, Stel, nee. die komt nu voor jullie werken of... Nee, nee, dat hebben we niet. De meiden die voor ons werken, die werken gewoon voor ons. En dat is het. En jij koos voor de man? Ja, we zijn de hele dag al met vrouwen bezig. Dus ik vind het ook wel eens gewoon leuk om dan... Beetje afwisseling. Dan, uh, ja. ja, en je, je hoort alle verhalen vanuit een vrouw. En ik weet hoe het is vanuit een vrouw om dit te doen. Dus ik vind het dan ook een stuk leuker om iemand te zien, spreken, mee te maken die de andere kant van de medaille kan vertellen. Zou je liever in je eentje een escort boeken of als stel? Nee, alleen. Ik hou niet van delen. Nee, ik ook niet. Ja. Maar dan het delen van je partner niet of het delen van de escort niet? Oh, partner maakt me niet uit. Nee. Goed verhaal. Nou ja, weet je wat het is met trio's? Want die komt dan toch op drie mensen neer. Mm -hmm. is gewoon altijd ingewikkeld. Mm -hmm. Altijd. Dat ja. is hetgeen wat ik altijd zeg, hoor. Fantasieën ja. erover kunnen heerlijk zijn, maar ja. daadwerkelijk uitvoeren ervan is, is zo verdomd complex. Ja, je moet het echt alleen doen als je allebei denkt van, nou, zo'n ervaring lijkt ons heel gaaf. Weet je, we krijgen ook wel eens uh, stellen aan de telefoon die zeggen, ja, nou weet je wat het is? Mijn vent zei ik er al zo lang over, doe het dan maar. Maar dan wordt het hem ook gewoon niet. Nee. Nee, dan nee. wordt het hem niet. Dus dan zeggen we altijd, ja, weet je, prima, maar... Hou er dan even rekening mee dat het hem niet wordt. Of mannen met grootheidswaanzin. Die boeken twee meiden voor drie of vier uur. En na tweeënhalf uur belt die meiden. Ja, we zijn buiten huis helemaal kapot. <laughs> we gaan nu naar huis. Hij komt niet meer aan. <laughs> ja, liggen wij liggen helemaal vlak. Ja, 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 mooi. Grootheidswaanzin. Ja. ja. Ik heb uh, vijf stellingen voor jullie. Het kan zijn dat deze een beetje prikkel, hoor. Maar ik hoor heel graag jullie uh, tekst en uitleg. Escorts zijn sekswerkers. Ja, vind ik wel. Het valt er wel onder, officieel ja we zeg maar zien het, het niet zo het zit onder hetzelfde uh, wettelijke kopje maar uh, de term is een beetje uh, ja, te overkoepelend want ik het zo zeggen um, nou alleen al binnen het sekswerk zijn er zo ontzettend veel segmenten uh, met zo ontzettend veel niveaus en verschillen dat uh, ja ik vind het toch een beetje goedkoop klinken maar het is wel zo ja maar dat is natuurlijk je zegt inderdaad ik vind het goedkoop klinken maar in principe feitelijk is het natuurlijk wel wat het is, ja. Ja. want je verdient je geld met seks. Ja. dus ja. je werkt voor seks. Seks ja. is je werk. Ja. Je bent een sekswerker. Ook, ja, het hoort er ook bij, zeggen wij altijd. Ja, onze klanten die boeken eigenlijk vooral een ervaring mm -hmm. en dat is dus inderdaad het gesprek voeren, een dinner date, het hele complete plaatje. Wij zeggen altijd we verkopen de perfecte vrouw en in welke vorm dan ook. Ja, ze boeken niet per se om de seks, maar het zit er wel bij. Ja, maar... het, het gaat een, gaat ook weer niet zonder elkaar. Dus, nee, en als je ja. het als escort niet als werk ziet, dan ben je nog verder van huis. Dus ja, je dat moet... job. Ja. ja, ja, het is zo. Maar vinden jullie, vinden jullie dat lastig? Want ik begrijp, jullie doen natuurlijk heel hard je best en, en het is natuurlijk ook wat jullie doen om inderdaad in, in het hogere segment te zitten. Dus jullie bieden daarin willen echt iets exclusiefs. Het is niet voor iedereen, zowel voor Um, niet voor elke escort is het toegankelijk om bij jullie te werken. So, en, en, en niet voor iedereen is het mogelijk om klant bij jullie te worden. Maar in die end is het natuurlijk geld verdienen met seks. In die end wel. Als het heel plat slaat, ja. Ja, Maar vinden jullie het lastig als het zo plat geslagen worden, wordt? Nou, kijk, als aan mensen die daar al zo'n duidelijke mening over hebben, die gaan wij niet meer proberen te overtuigen. Maar wij weten zelf wel wat we verkopen. En als eerlijk is eerlijk. nou, Ik denk 25% van de boekingen. Zit er dat er niet eens bij, en dat is natuurlijk een heel ander uh, situatie dan bijvoorbeeld uh, een man die een dame boekt voor een uur of die naar een club gaat, die gaat daar gericht heen voor zijn uh, intimiteit. Ja, ook goed. Is dat dan niet spannend, want dan ga je toch alweer een beetje, soort van die grens opzoeken van meer dan alleen maar een soort van zakelijke ja weet Transactie. ik niet jij bent seksoloog jij ja. praat ook met mensen uh, over hun gevoelens en uh, in wat ze belangrijk vinden en waar ze mee zitten ja, maar ik geef mezelf niet bloot nee nou dat is misschien dan net de ik stel hele duidelijke extra. grenzen ja die hebben wij niet maar ja ik, ik stel niet. juist die grenzen om te voorkomen dat daar vanuit de andere kant um, een emotionele relatie kan ontstaan. ja uh... Wij zien het eigenlijk zo, we hebben het zelf ook altijd ervaren in het verleden, dat uh, stel je gaat naar een gewone date, los van dit werk, en je ziet hem en je denkt, nee, ja, hij zit in de friendzone. Dan wordt het hem niet. Dat heb je eigenlijk ook met dit werk. Je wordt ervoor betaald. En als jij mentaal gewoon sterk in je schoenen staat, dan is dat je werk. Ja, maar dat is als escort ja, ja. zijnde. Voor jou zijn die grenzen ja. daar misschien wel, ja. maar voor de andere partij... Nee, dat gebeurt best vaak. Ja. Als een klant verliefd wordt op een dame, ja. Ja. Ja, dan uh, boekt hij er vaak. <laughs> ja. 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 Waarom doen we het zo moeilijk over iets wat namelijk iedereen doet, namelijk het hebben van seks? Maar hebben jullie de illusie dat, um, dat het oordeel en het stigma er uh, binnenkort vanaf gaat? Nee, niet binnenkort. Dit moet echt uh, door de jaren heen gaan en dat mensen steeds meer gaan zien van nou ah, het valt toch allemaal wel mee. Ja, maar ze gaan het niet zien hè? Nee. Dat is natuurlijk het, het lastige. Maar groot, maar... Je, hebt het, je hebt het over iets wat mensen niet zien. Want niemand is er getuige van, behalve de mensen die het hebben ervaren. Ja. ja, ook dat. We hebben natuurlijk geen inkijkje in, nou ja, letterlijk, hoe het bij jullie achter de schermen gaat, uh, of, of uh, hoe het in de slaapkamers gaat, of in de hotelkamers. Ja, dat, nou, misschien moet je ze een te zien. met ons meelopen, een dagje. Hoe Nou ja, hoe ik leuk is dat? ik denk dat dat op die manier, dat als je het hebt over het toegankelijker maken en echt kijken van hé, hey, maar wat gebeurt er nou, dat dat meer biedt dan alleen dat jullie ja. um, vertellen wat er achter de schermen gebeurt. Ja. Maar nou ja, ik nodig ze graag uit. Dacht je met ons mee? Hé, hey, we gaan naar de laatste uh, stelling. Als seks je werk is, verandert dat hoe je in je privé met seks omgaat? Nee. Ja. Ja? Jawel, ik niet. Oké, okay, jij zegt nee, want? Ja, op dat moment is het mijn werk. En in mijn privé ben ik mijn privé. En dat ligt heel dicht bij elkaar. Maar het enige wat wel verandert is dat je uh, veel bewuster wordt van je eigen seksualiteit. Dus wat vind ik prettig? Uh, waar ga ik goed op? Uh, maar zijn dingen ja, ook waar ik niet goed, of ik echt helemaal niks. Ja. En jij zei voor jou verandert het wel, want. Nou ja, ik ben ik en dat gaat niet veranderen. Maar uh, mensenkennis verrijk je ontzettend met dit werk. En ook hoe je naar uh, mannen kijkt en naar gedrag van mensen. En dat neem ik in mijn privé ook mee. Als ik een, uh, een klant heb gehad dat ik denk: nou, hele leuke vent, maar hij mankeerde dit. En ik, ik ontmoet iemand in mijn privé, dan denk ik: oh nee. Nee, dat heeft hij ook. Dat, uh, ja, dat dus moet dat niet wordt hebben. wel, je verbindt dat wel aan elkaar. Hey, en jullie, jullie praten erover alsof jullie zelf ook nog steeds uh, het werk doen? Nee, niet meer. Oké. Okay. Nee, ja. maar we beleven het wel. Uh, <laughs> ja, maar het, ja, maar de ja. dingen hoe jullie het zeggen is inderdaad van nou ja, wij gaan daar heel goed in op. Dus ja. alsof jullie dat nog steeds opzoeken. Nee, dat niet. Het, het is wel, je verlangt er soms eigenlijk nog wel eens ja, naar nou, ja? dat je denkt, oh ja, die spanning, ja. Dat, ja, dat mis je dan toch wel een beetje. Maar nee, wij vinden het zo ontzettend leuk om die meiden uh, allemaal uit te bellen en hun verhalen Coach, te horen. En je herleeft het wel bijna zelf weer. Want ik denk, oh ja, dat heb ik ook een keer gehad. En uh, ja. dan ga ik haar bellen? Nou, moet je horen. Hey, maar zouden jullie, stel, stel er neemt een, een, een klant contact met jullie op. en nou ja, jullie, jullie maken kennis en, en, en je, 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 je weet wie het is. en je denkt, jeetje, wat is dit een leuk iemand? Zou je dan zelf nog in de verleiding kunnen komen? Of, weet je, ik ga hier zelf op in. Natuurlijk kijk je er af en toe op terug en uh, nou, we schrijven veel, uh, dan herbeleef je het ook. Ja, um, je, je komt wel in de verleiding, maar je doet het niet. Je wil nee. een bepaalde uh, iets uitstralen naar je meiden. Je gunt hun dus ook. Ja, die je boeking. Gunt het ze gewoon. Maar ja. heel eerlijk, denk ik. Hmm, soms denk <laughs> ik wel. Ja, lijkt me leuk. Had mij ook leuk, leuk, leuk geleken. Ja. Want, want, want ja. wat zou dan een situatie zijn, um, uh, of die jullie hebben meegemaakt, dat jullie echt denken: nou, als dat zich voordoet, ja, dan wil ik dat heel graag nog een keertje doen. Of iets waarvan, als het wordt voorgesteld, een plan, een idee, een locatie, waarvan jullie zeggen: oh, dat lijkt me wel heel gaaf om te ervaren. Wat zou dat dan zijn, waar je toch nog een beetje in de verleiding kan komen? Ja, toch de buitenlandse tripjes denk ik. Ja. Uh, Met meerdere meiden dan. Ja. Dat is natuurlijk een feestjes. Dat dus zijn een soort partyboeking. Want uh, leg uit, dan word je door iemand of een partij of een persoon. Nou, we geboekt. Wel, uh, een, een klant die ja. dan uh, zijn vrienden heeft opgetrommeld. Dus uh, nou, ik ben met vijf man, doe maar vijf dames. Ja. Ga je met z'n vijf het vliegtuig in. Kakel. Hoe nou, zou zo. het zijn? Uh, dan zie je die mannen en denk je, nou, zijn het ook nog best leuk? Gaan. Nou, gaan ze, gaan ze vertellen wat ze dat weekend allemaal willen gaan doen. Dan denk je, ja. Superleuk. Ja, dan zitten wij wel eens uh, thuis en denken we: Oh. Ik wil jullie heel erg bedanken ja. dat jullie uh, hier wilden zijn. Ik hoop dat mensen ook wat minder oordelend zullen zijn over uh, het hele werk. En dat het ook wat toegankelijker wordt met de tijd. Hopen wij ook. Jij ook Dankjewel. heel erg bedankt. Graag gedaan. En lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.